ik ben Rick. Ik hoop volgende maand 60 te worden. En in 2015 is bij mij eigenlijk het hele circus opgestart. Sindsdien is het onlosmakelijk verbonden aan, zeg maar, aan mijn dagelijks bestaan, mijn dagelijks doen. Heftige buikpijn, krampen, kortademig, een superhoge hartslag. Ik had te onderzoeken dat ik dus een acute alvleesklierontsteking had. Met het vervelende bijkomstigheid daarna dat het ook nog met necrose was. Dus dat het weefsel aan het afsterven was. Een klein half jaar heb ik met een slang in mijn buik gelopen. En we vragen daar van, wat is dat zwarte wat er doorheen komt nu? Ja, zegt hij, dat is het afsterven van het weefsel. En dan krijg je op dat moment krijg je een tik van... En dan word je op echt wel nerveus. Minste geringste, dan krijg ik toch weer een terugval van, ja, is het toch niet weer dit? En dan ja, voorheen nooit naar de huisarts en nu bij elk pijntje. De huisarts is de eerste waar je meteen op de stoep staat. Psychisch voor mezelf was het, ja, ik ben nogal redelijk nuchter. Maar hoe langer het duurt, hoe zwaarder het eigenlijk wordt. En ja, dan langzaam ga je toch eigenlijk beseffen, ook door dat artsen meerdere keren tegen je zeggen en dat ik dan door mijn vrouw weer te horen kreeg, omdat ik het zelf niet allemaal opgenomen heb, dat je eigenlijk niet beseft hoe ziek je bent. Van het onbezorgde leven wat je had, ga je leven van, ja, je gaat nadenken. En dan krijg je ook nog een periode dat je in het ziekenhuis ligt. Dat je dochter jarig is, dat je eigenlijk niet weg mocht. Ja, dan is het op een gegeven moment, heb je een moment gehad dat je zegt van, nou, als nu het lijntje doorknip, heb ik er vrede mee. Het is voor mij heel erg moeilijk geweest, omdat ik steeds in het ziekenhuis lag en dan konden ze eigenlijk aan de klachten niks doen. Je staat zo machteloos. Dus dan heb je ziet dat je zoveel pijn ligt te kronkelen in bed en ben je echt een uur onderweg, anderhalf uur van huis. En dan is hij 5 minuten afspreekbaar. Maar het is ook zo dat je thuis wil blijven. Want als je thuis bent, wil je bij hem zijn. En als je daar bent, denk je, wat doe ik hier eigenlijk? Voor mezelf is het heel irritant. Omdat je altijd heel actief bent geweest en dan nu nog niet de helft kan wat je toen deed. En dan verwacht je na 1,5 week dat hij weer lekker naar huis mag. Oh, nu hebben we het gehad. En dan na een week weer de opname. Ja, het weekend erop gewoon meteen. En dan nog slechter dan de eerste keer. Dat je denkt van, oh ja, maar nu redt hij het echt niet meer. Ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe zwaar het is. Het is... op dat moment was het echt lief en leed samen delen. En dat is zwaar. Het is onlosmakelijk aan je verbonden nu. Je leeft ermee. En ik sterf er ook mee op een gegeven moment. Het zal niet meer weggaan.